En wilt u minder stoken en het toch lekker warm hebben, dan hebben wij wellicht de oplossing. Pieter van de Ploeg, jij hebt misschien de oplossing. Ik zeg wij, maar het is helemaal niet mijn idee, het is jouw idee. Wat heb je daar? Het is een idee ook niet van mij, maar met een heel groep mensen hebben we dit ontwikkeld. Het is een radiatorventilator. En die zorgt bij jou thuis voor meer comfort, veel lagere gaskosten. En ook nog eens heel makkelijk is dat ding aan te brengen. Oké, wat doet het? Je hangt hem dus onder een radiator en er zit hier een temperatuurgevoelig schakelaartje op. En zodra die 30 graden of meer voelt van die radiator, dan gaan de ventilatortjes hierin draaien. En die duwen dan de warmte die in de radiator zit, versneld in de lucht naar buiten. Dus de warmte gaat uit de radiator veel sneller in jouw kamer, waardoor de ketel minder lang hoeft te branden. En je ook nog een gelijkmatiger verdeelde warmte in je kamer hebt. Dus dat heeft ook meer comforteffect. En een heel belangrijk bijeffect is dan vervolgens, omdat die radiator zoveel meer warmte in de ruimte brengt, dat je het water in je centrale verwarmingsinstallatie ook een stuk minder heet hoeft te laten worden. Maar hoe heet is meestal dan dat water? Nou, fabriekstechnisch komt het meestal op 80 of 85 graden, staat die ketel ingesteld. En meestal blijft dat zo. En dat is zo jammer, want dan gaat die ketel helemaal geen hoog rendement leveren. Dankzij de radiatorventilator kan dat water een stuk lager en dan gaat die ketel ook heel veel meer rendement leveren. En als je dan dus ook de verwarming aanzet en je hebt zo'n ding, dan wordt het ook sneller warm. Ja, sneller. En dus de warmte doe je hem eerder uit. Ja, en je hebt ook nog minder pieken en dalen in de temperatuur. Dat zullen mensen waarschijnlijk ook wel herkennen. Dat het warmer wordt, doorwarmt als de thermostaat al gestopt is. Omdat die radiator nog zo heet is. Hij duwt het eruit, dus dat gebeurt ook toch niet. Toch kan ik me echt moeilijk voorstellen dat het zoveel uitmaakt als dat je daar ziet. Ja, dat hadden wij ook. Ja? Ja, daarom hebben we hem ook laten testen. Hè, want wij zijn natuurlijk de slager in ons eigen vlees. En die tests, die waren eigenlijk nog gunstiger dan wij zelfs hadden verwacht. Het is een stapeling van bezuinigingen. Het begint natuurlijk met die snellere verwarming, kortere ketelstook, lagere temperatuur, hoger rendement van je ketel, goed inregelen van je systeem. Het is een heel Hollands product, hè? Dit gaat ons geld opleveren. En het comfort scheelt ook echt. Ik ga jou vertellen hoeveel dit oplevert. Hoeveel dit de CO2-uitstoot vermindert. Dat weet jij nog niet. Ja, we hebben een sommetje gemaakt. Ik heb ook een sommetje gemaakt. Daar komt hij. Als een kwart van de mensen met een cv-ketel de radiatorventilator gaat gebruiken, dan kan dat meer dan 1 miljard aan CO2-uitstoot schelen. En dat kan oplopen tot maar liefst bijna 4,5 miljard kilo als iedereen dat doet. Dus dat zou echt een heel groot deel van die 22 miljard kilo zijn waar we nu naar op weg zijn. En ons sommetje gaat dan nog iets verder. Want omdat je zo'n lage temperatuur in je verwarming kunt toepassen, kan je ook de gasgestookte ketel inwisselen voor een warmtepomp. Dan heb je 0 CO2-uitstoot. Ontzettend goed. Dank je wel. Misschien zien we jou terug in de finale. Dank je wel.